Oké, de woorden, je werkt spiritueel met klank. Maar hoe ben je eigenlijk überhaupt op het spirituele pad gekomen? Ja, Nou, je kunt zeggen, het is eigenlijk al begonnen bij mijn jeugd. Ik ben geboren in Indonesië en het leven daar blijkt achteraf dan dat het toch heel anders is dan in Nederland, dan hier. Ja, daar ben je veel meer verbonden met de natuur. Het is daar heel gewoon. De klanken, alles wat je daar hoort is veel intenser. De regen hoor je, de regen is intens, de moesson is intens. De klanken, het leven daar, het leven is daar. Ja, leven en dood is heel dicht op elkaar. En hier in Nederland word je eigenlijk ontzettend beschermd. Het is allemaal. De dood is apart, is gescheiden, begrafenissen zijn gescheiden. Ouderen die heel dicht tegen de dood aan zitten, die zitten apart in een verpleeghuis. Je komt eigenlijk nauwelijks in aanraking meer met de dood. En dood is eigenlijk ook dat je beseft wat het leven is. En ja, dus mijn jeugd in Indonesië is een heel belangrijk deel. Ook omdat er heel veel culturen wonen daar. En ik had een zodanige jeugd dat ik heel veel in aanraking kwam met andere culturen. Ik ook eigenlijk niet wist wat nou één geloof was, want ik verkeerde onder een heleboel. Ja. En daar bleek ook door die jeugd dat ik met Indiërs in aanraking kwam, met de Indonesische cultuur. Ik heb Indonesische dansen gedaan, al heel jong, mijn vierde, vijfde jaar. En ik ben in aanraking geweest met Soefies, al heel jong, maar dat wist ik helemaal niet. En daar zit eigenlijk al een beetje in. En toen we in Nederland kwamen, toen was het voor mij heel koud, heel kil, heel ver. Alles was heel anders. De natuur was anders. En ik speelde heel veel in de natuur in Indonesië. En gelukkig in Nederland kwamen we in het, in het opvangkamp terecht. En daar moesten we dan 2 jaar zeg maar wennen aan de Nederlandse cultuur, mm-hmm. voordat we mochten integreren. Yeah. En daar ging ik heel veel de bossen in en sprak ik eigenlijk heel veel met de natuur. En de dennenbomen was voor mij vreemd. Die energie was in de tijd veel te sterk voor mij. Ik had heel veel hoofdpijn. Ik wist niet dat het eigenlijk de energie van de dennenboom was. Later begreep ik dat. Maar ik liep eigenlijk ook heel vaak 's avonds stiekem uit het raam, klom ik uit het raam en ging in de bomen slapen. Maar ja, om 12 uur 's nachts werd het toch een beetje te donker en te eng. En hield mijn zusje me weer de kamer in. Hmm. En ik luisterde heel veel naar de natuur, naar de bomen, naar de stilte. En het regent buiten en de zon schijnt, dus er moet een regenboog zijn. Hmm, heb ik er niet bij. Dat is mijn teken, dat de spirit met me zijn. Nou, maar goed, dat was dus mijn jeugd. Mijn jeugd in Nederland was eigenlijk meer naar binnen gericht, want ik begreep niet wat ik hier deed. Ik had vreselijke heimwee en dat heb ik heel lang gehad. Pas nou op mijn 16e, 17e ben ik ermee klaargekomen, maar in zoverre van dat ik het heb geaccepteerd. Dat ik gelukkig moest zijn daar waar ik ben en dat ik geen land heb. Dat ik Nederland voelde ik me niet echt thuis, maar Indonesië was het ook niet. Als Indisch zijn, dus ben je echt tussen wal en schip. Je hebt geen land,
Of je hebt misschien alle landen juist. En dat besefte ik eigenlijk van nou, ik moet gelukkig zijn innerlijk bij mezelf. Hmm. Ik heb heel veel discriminatie meegemaakt in mijn leven, waardoor ik heel veel hard heb gewerkt om mijn diploma's toch te halen. En mijn linker hersenhelft heel veel heb ontwikkeld. Dus het is een heel goed proces geweest eigenlijk. De rationele kant. Ja, mijn rationele kant. Ik was een dromer, zoals je merkte. En toen ineens werd ik wakker van, oh god, ik moet wel wat doen. Als ik naar Indonesië wil of als ik terug wil, dan moet ik geld hebben. Dus ik moet papieren hebben, ik moet studeren. Nou, toen ben ik heel hard gaan werken. En ik heb op een gegeven moment de directiesecretaresseopleiding gedaan om snel van huis te kunnen komen en op mezelf te gaan staan. Ik heb ook als zodanig gewerkt bij banken en onder andere ook bij de omroep. En mijn onderzoek was ook van wat is nou een ster? Want in mijn jeugd werd mij gezegd van, zij wordt later een ster. En ik denk, well, ja, wat is dat dan een ster? Want dan vroeg ze me, andere kinderen mochten buiten spelen. En dan vroeg de buurvrouw vaak van, Deborah, kom eens binnen. En nou, ik werd toen niet Deborah genoemd, want ik moest toen alsof ik in Indonesië zo was. En ik was vrij donker, dus dat ging wel. Het was gevaarlijk in die tijd, als Nederlands in Indonesië. En zei ze van, dan was er een probleemstelling, dan zei ze van, nou, zo is het geval, wat vind jij ervan? Nou, dan zei ik wat ik ervan vond. Dat was zo jong ja. Was je al. Ja, ik was zo tussen mijn 6e en 8e jaar. Zo heb je zelfs op Suharto's schoot gezeten, hè? Op Sukarno, ja, wie was het? Suharto, ja, bij Suharto toen, hij was toen nog geen president, maar ja, toen hebben ze me ook dingen gevraagd en daarna mocht ik dan weer spelen. Maar het was wel vreemd, omdat Indonesische kinderen mogen eigenlijk nooit bij volwassenen zijn. Dan moet je buiten spelen, dat soort dingen. En jouw buurvrouw was eigenlijk ook degene die zag dat je spiritueel gaves had? Zij heeft me eigenlijk heel goed opgevangen en begeleid. En met haar ben ik dus in heel veel kringen terechtgekomen, omdat ze was bij de kern van Sukarno, zeg maar, toen. En zij heeft mij ook kruiden gegeven eigenlijk, elke dag, jamoes. En ook naar healers gebracht. Dus zonder dat ik het wist, ben ik heel erg begeleid geweest. En later ook in Nederland, we moesten altijd heel ver lopen naar school. Koud en de hele strenge winter voor het eerst in Nederland. En dan moesten we behoorlijk kilometertjes lopen. En dan was er een vrouw, die was een kruidenvrouw. En die was onderweg, brandnetels of wat dan ook aan het zoeken. Ik weet niet wat ze dan in de winter deed in de bossen, maar ze was er altijd. En we hadden natuurlijk te horen gekregen van je moet niet met vreemde mensen meegaan of geen snoepjes aannemen. Maar ze voelde niet zo, maar we vonden het toch wel eng, want ze voldeed wel aan het beeld van waar je moest oppassen. Maar ze was eigenlijk, ze beschermde ons en het bleek later ook, want ik moest aan mijn been geopereerd worden en toen heeft ze mij een boek gegeven, een sprookjesboek. Dat was eigenlijk mijn eerste boek en de eerste aanraking met de westerse spiritualiteit via een sprookjesboek. En vanaf dat moment ben ik enorm gaan lezen, enorm boeken gaan verslinden. En ze heeft me ook opgezocht en ze heeft me later ook haar in haar huisje uitgenodigd en dat was echt zo'n mooi Hans en Grietje huisje, met helemaal zo vol wingerd en zo. Maar ze was zo lief, zo meer uit het gat, dus het was niet het heksbeeld van slecht. En ik denk dat ze ook mijn
mijn gids is geweest en later ook, want ze is overleden, overgegaan. En ze heeft denk ik altijd over ons gewaakt, hè, als we naar school gingen. Want ik denk dat ze dat heeft gedaan. En waarschijnlijk heeft ze ook gezien dat ik mogelijkheden had, want er waren natuurlijk heel veel kinderen die weg moesten van het pension naar school. En, maar ik had dus diep contact met haar. Ik heb ook later in de visualisatie haar ook weer gezien. En toen gaf ze me dus een kristal. Mm-hmm. Dus ik denk dat ze een van mijn gidsen is. En hoe ben ik nou met klankschalen in aanraking gekomen, om weer daarop terug te komen, is met het verhaal is dat ik eigenlijk steeds geleid ben. Dat ik steeds gidsen om me heen heb gehad. En ik heb een hele tijd eerst nog mijn hersenen, mijn linker hersenhelft moeten ontwikkelen, mijn ratio. Ik ben badminton gaan doen daarnaast. En dat is ook een hele goede balans geweest. Kampioen geworden, jeugdkampioen en in de selectie gezeten. En op een gegeven moment kwam er weer zo'n keuze in je leven wat je kon kiezen. Of heel goed in badminton en uitgezonden worden. En toen dacht ik, nee, ik heb gekozen om verder te studeren. En ik heb dat afgemaakt. Ik ben bij de omroep terechtgekomen, bankwereld. Ook door die vraag weer van, wat is dan een ster? En daar bij de omroep en bij de bankenwereld is me op een gegeven moment, het is zo'n periode van 10, 15 jaar. Zo van, dit is niet het leven. Dit is niet het type van, het was zo voor mij oppervlakkig hoe mensen met dingen omgingen. Er was heel veel macht en manipulatie, vond ik, hoe met mensen werd omgegaan met sterren en hoe een project te maken. En ze is van, dit is het niet. En toen ben ik innerlijk me gaan vragen van, wat is het dan wel? Ik wil het leven werkelijk leren kennen. En ik wil eigenlijk altijd non worden. Maar toen dacht ik, dat is uit de tijd. Je moet in het leven staan. Dat heb ik